Een winst behalen van 100.000 euro. Daar betaal je ongeveer 35.000 euro aan belasting over. En ik ga je nu laten zien hoe ik aan die cijfers kom. We gaan dus uit van een winst voor belasting van 100.000 euro. Als je daar recht op hebt, mag je daar de startersaftrek van afhalen. Deze mag je 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar van je ondernemerschap. Dan gaat daar de zelfstandige aftrek van af. In 2024 is dat 3750 euro. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per jaar die je aan je bedrijf moet besteden. Als je die 2 jaar afgehaald hebt, hou je een bruto winst over van 94.000 euro. En dat is de basis voor de MKB-winstvrijstelling van 13,31%. Daarmee kom je op een belastbaar inkomen van 81.500 euro. En over dit belastbaar inkomen wordt vervolgens je inkomstenbelasting in box 1 berekend, ruim 30.000 euro. Je zit boven de drempels, zodat je geen algemene heffingskorting meer krijgt, maar wel nog een beetje arbeidskorting. Ook vindt er nog een tariefsaanpassing in box 1 plaats van ruim 2300 euro. Totaal moet je dus betalen na kortingen 31.600 euro. Ook betaal je altijd nog inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, in dit voorbeeld ruim 3500 euro. Totaal moet je dus opzij zetten inkomstenbelasting en ZVW 35.000 euro. Van je winst voor belasting van 100.000 euro hou je dus bijna 65.000 euro netto over. En dat is 5400 euro netto per maand. Wil je dit nu voor je eigen cijfers kunnen uitrekenen en meer achtergrond en uitleg bij deze cijfers? Download dan de template opzij zetten voor je belasting via thehappyfinancial.com/shop.